Het is een compleet gek werk. In die zin dat het de tijd volledig overleeft. Het is heel grappig. Enorm fantastisch. En de magie. Ik denk vooral de magie van zijn fantasie. De manier dat hij zo dingen zo vanzelfsprekbaar benadert. Een heel speciale mens, Maurice Maeterlinck. Heel veel met spiritualiteit bezig. En hij geloofde extreem in de reïncarnatie, in de ziel der dingen. Zo heel esoterisch. Dat is allemaal goed en wel, maar in dat stuk is dat op een heel realistische manier beschreven. Dus die kinderen draaien aan een diamant en plots verschijnen daar allerlei wezens. En zo dat vanzelfsprekende vond ik heel mooi. En dan denk ik, moest ik toch wel 3/4 van het stuk weer weggooien, omdat dat allemaal wel weer gedateerd was, 100 jaar later. Maar die ene noot van hem heb ik wel willen behouden, door die magie. Zo... En waar dat ik Maeterlinck kinds vind, wou ik het 100 jaar later vanuit het observerende met kinderen gaan vertellen. Dus al de moralistische elementen eruit gehaald en meer gaan focussen op het kind als kind en niet vanuit het kinderlijke gaan vertellen.